We horen het vaak tegenwoordig. Het klimaat is aan het veranderen. En dat merk je op verschillende manieren. Soms ver van huis en soms heel dichtbij. Zo hebben we bijvoorbeeld steeds vaker te maken met flinke stortbuien. Dan regent het in korte tijd zo hard dat het riool het water niet altijd direct kan verwerken. En ook in je eigen tuin komen dan flinke plassen te staan. Kortom, we hebben wateroverlast. Ook jij kunt helpen om hier iets aan te doen. Vervang bijvoorbeeld een paar tegels van je terras door gras. Dan kan het water de grond inzakken en dan blijft het niet meer op de tegels staan. Ook een regenton kopen is een goed idee. Die vangt flink wat water op, waarmee je later de tuin kunt sproeien of de auto kunt wassen. Het waterschap helpt bij de afvoer van overtollig water, nu en in de toekomst. Maar daar hebben we jullie als inwoners ook bij nodig. Met kleine aanpassingen kunnen we samen al heel veel bereiken. Op de website van Waterschap Hollandse Delta vind je tips hoe jij kunt helpen om wateroverlast te verminderen.